Bij pijn in uw schouder is bewegen heel belangrijk om stijfheid te voorkomen. Probeer de oefeningen uit onze filmpjes. Daarbij kunnen pijnmedicijnen als paracetamol, diclofenac, ibuprofen en naproxen helpen. Helpt het allemaal niet, blijft de pijn of wordt het zelfs erger? Slikt u bijvoorbeeld al 5 of 6 weken pijnmedicijnen en komt de pijn steeds terug als u ermee stopt? Of merkt u dat uw arm steeds stijver wordt? Dan kan een prik in uw schouder helpen. Een prik in de schouder kan de pijn snel verminderen. Daardoor kunt u uw arm vaak beter bewegen. De prik werkt meestal 6 tot 12 weken. Daarna kunnen de klachten wegblijven, maar ze kunnen ook weer terugkomen. Soms werkt de prik helemaal niet. Uw huisarts onderzoekt uw schouder eerst om te kijken welke bewegingen pijnlijk zijn of niet gaan. En om uit te zoeken op welke plek in uw schouder de prik moet komen. In de prik zit een middel dat de ontsteking remt en een middel tegen de pijn. De ergste pijn kan al in een paar dagen verdwijnen. Soms wordt de pijn dezelfde dag al minder. Bij de meeste mensen verdwijnen de schouderklachten binnen 2 weken na de prik. Daarna kunt u uw schouder meestal weer beter gebruiken. Het is belangrijk om na de prik zoveel mogelijk normaal te bewegen. U kunt eventueel ook schouderoefeningen doen. Na een prik kunnen de klachten soms 1 of 2 dagen even wat erger worden en daarna verdwijnen. U kunt de eerste 2 dagen na de prik opeens even warm krijgen. En dat komt door de ontstekingsremmers in de prik. Helpt de prik niet genoeg? Dan kunt u na 2 tot 4 weken nog een tweede prik krijgen. Als 2 prikken geen enkele verbetering geven, dan heeft het meestal weinig zin om een derde prik te proberen.